Ik ben Erik Schipper. Ik geef al 15 jaar les op de Populier, een school in Den Haag. Dit is een uitlegfilmpje over hoofdstuk 1 voor wat betreft globalisering in China. Het is uit de methode de GEO, de 10e editie. Dit filmpje is voor zowel VWO als HAVO. Bij de onderdelen die specifiek alleen voor de VWO zijn, zal ik dat erbij zeggen, zodat degenen die op HAVO zitten dit kunnen overslaan. Waarom is het belangrijk om naar het grote land China te kijken met meer dan 1 miljard inwoners? China is de afgelopen jaren ook een economische grootmacht geworden met veel macht in de wereld. Daarom is het belangrijk om meer te weten over dit grote land. De hoofdvraag over dit hele hoofdstuk is: welke veranderingen zijn er in China als je kijkt naar de bevolking, werken, wonen en water? Hoofdstuk 1, paragraaf 1. China, bevolking en ruimte. De deelvraag over deze paragraaf is: hoe is de bevolkingsgroei en de spreiding van de bevolking over het land? Dit is het lesboek van VWO. En deze van HAVO. Bij HAVO ontbreekt alleen het kopje over etnische minderheden. Dit is de samenvatting. HAVO kan het onderstukje over etnische minderheden overslaan. Leeg Westen, vol Oosten. De bevolkingsspreiding is in China heel erg ongelijk. Het oosten van het land, langs de kust, is dichtbevolkt. Het westen, ver van de kust af in het binnenland, is dun bevolkt. Het westen, het binnenland, daar is het ook veel droger. Daar is het hoger en dus ook kouder. In totaal wonen er 1,4 miljard mensen in dit grote land. Er zijn dus grote verschillen in neerslag in dit gebied, zoals je op dit kaartje kan zien. Hier in het zuidoosten, daar is het donkerblauw, daar valt de meeste neerslag, 1000 tot 200.000 mm per jaar. In Nederland valt ongeveer 800 tot 850 mm per jaar. En hier in het noordwesten, dat is het droogste deel, daar valt minder dan 200 mm per jaar. In dit gebied is dan ook een woestijn. Relief. Relief betekent hoogteverschillen in het landschap. Eigenlijk bestaat het grote land China uit 3 treden. De bovenste trede, het hoogste gedeelte, dat is het hoogst, ongeveer 4500 meter. We noemen dit het hoogland van Tibet. Dit, omdat het zo hoog is, is het ook heel erg koud en groeien daar geen bomen. Dit is een gebied van tundra. Dat betekent dat daar alleen grassen, mossen en struikjes groeien. Dit is ook het gebied waar de grote rivieren in China beginnen. Omdat het achter de Himalaya is. In de Himalaya valt natuurlijk veel sneeuw en het smeltwater zorgt voor het begin voor het brongebied van de grote rivieren. Als we dan de tree lager gaan, de middelste tree, dat is een redelijk vlak gebied, wel een hoogvlakte. Waarom? Omdat het ongeveer 1000 tot 2000 meter hoog is. In dit gebied vinden we bijvoorbeeld de Tarimbekken, dat is een woestijn, dus daar heel erg droog. De Mongoolse hoogvlakte bestaat ook uit woestijn en je hebt ook gebieden waar groeien grasjes. Dat zijn dan zogenaamde steppen. En dan hebben we ook lusvlakte, lusplateau. Dat is een vruchtbaar gebied. Dat wordt gebruikt als akkerbouwgebied. Lus is een soort roodachtige fijn zand wat heel erg vruchtbaar is. De onderste trede, de laagste trede hier langs de kust, dat is een laagvlakte, net zoals Nederland, ongeveer van 0 tot 200 meter hoog. Het is ook een delta van alle grote rivieren. Een delta betekent dat de rivier aan het einde vlak voor zee zich gaat splitsen in allerlei zijtakken. In dit gedeelte, daar woont ook 2/3 van de 1,4 miljard Chinezen. Dat geldt eigenlijk overal op de wereld. In deltagebieden, het einde van de rivier, er zijn vruchtbare delen, daar wonen eigenlijk altijd heel veel mensen. Dus dit gedeelte is dicht bevolkt langs de kust en daar vind je ook de meeste grote steden. We zeggen, dit gebied is erg verstedelijkt. Bevolkingspolitiek. Wat is dat? Dat zijn maatregelen die zijn genomen om het aantal Chinezen en de spreiding van de bevolking te veranderen.
Tussen 1979 en 2015 mochten de gezinnen maar één kind krijgen. We noemen dit een één-kind-politiek. De reden was dat de groei van de Chinese bevolking in die periode te snel ging en veel armoede was. Dat was de reden dat de gezinnen maar één kind mogen krijgen. Dit heeft gewerkt. Er zijn natuurlijk veel minder kinderen geboren. Met als nadeel dat er nu wel meer mannen dan vrouwen zijn. Want een zoon is meer status dan een dochter. Dus de Chinese gezinnen probeerden dan altijd wel een zoon te krijgen in plaats van een dochter. Verder een nadeel is dat er nu een vergrijzing is opgetreden. Omdat er toen weinig kinderen zijn geboren. En ook de levensverwachting van de Chinezen sterk is gestegen. In 1955 werd de Chinees gemiddeld 41 jaar en in 2018 worden ze al 76,5 jaar. Dus dat betekent dat China nu wel een probleem heeft gekregen van heel veel oudere mensen, oftewel vergrijzing. Dat kan je ook in deze bevolkingsdiagram zien. Je ziet hier aan de onderkant, de linkerkant de mannen en aan de rechterkant de vrouwen, dat aantal jongeren relatief minder is dan de oudere mensen. Sinds 2015 mogen de Chinezen weer twee kinderen krijgen om de vergrijzing tegen te gaan. Maar de Chinezen zijn nu gewend aan kleine gezinnen. En grotere gezinnen is ook best wel lastig om te combineren met het werk. Ook de opleiding van kinderen is duur. Dus dit slaat nog niet heel erg aan. Dus de Chinezen nemen nu nog niet massaal heel veel kinderen. Verder bij bevolkingspolitiek gaat het ook over hoe de bevolking gespreid moet worden over een land. Het oosten, het binnenland van China, is dunner bevolkt. Daar wonen niet zoveel mensen. En de Chinese politici proberen het lege oosten aantrekkelijker te maken door daar banen te creëren en gratis huizen aan te bieden. Men hoopt dat heel veel Chinezen van de kust willen migreren. Dat betekent verhuizen van het oosten langs de kust weer naar het westen, het binnenland. Etnische minderheden. Dit stukje is alleen voor VWO. Degenen die op HAVO zitten kunnen dit even overslaan. In het oosten, langs de kust waar het druk is, daar wonen de Han-Chinezen. Ze zeggen dan ook wel, de Han-Chinezen zijn de echte Chinezen. Zij spreken de juiste Chinese taal en hebben de juiste Chinese leefgewoonten. Want je moet bedenken, China is een groot land. En naast de Han-Chinezen, de overheersende culturele groep, zijn er ook nog heel veel etnische minderheden in China. En die wonen vooral in het westen. Deze hebben een andere cultuur dan de Chinese hoofdcultuur. Maar in het westen, waar ze wonen, zijn ze daar wel in de meerderheid. Want de Han-Chinezen, die wonen meer langs de kust in het oosten. De politiek van China is dat ze de minderheden, de etnische minderheden, ook meer willen ver-Chinezen. Dus dat ze de culturele gewoontes van de grootste groep Chinezen moeten gaan overnemen. Hoe willen ze dat verwezenlijken? Door bijvoorbeeld meer Han-Chinezen te laten migreren naar het westen. De regering probeert in dit gebied wat armer is, in het binnenland ook meer welvaart, meer rijkdom te brengen. Al met al, de massale migratie van de Han-Chinezen brengt dan wel welvaart, maar brengt ook de Chinese cultuur mee. De oorspronkelijke bevolking, de minderheden, voelen zich dan vaak achtergesteld. Ze krijgen ook vaak de mindere baantjes. Ze moeten vaak hun eigen cultuur opgeven door de Han-Chinezen. En de Chinese regering is ook heel erg streng en accepteert geen kritiek en protesten, omdat de etnische minderheden dan hun eigen culturele gebruiken moeten afstaan. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Oeigoeren. Dat is een Turks steppenvolk wat
in het westen van China woont, een Tao, Oeigoers en een godsdienst is islam. En de Chinese regering wil dit met veel dwang dat ze dit opgeven. Dit was de uitleg van paragraaf 1. Bij elke paragraaf wordt ook een paar basisboeknummers. Ik zal ze stuk voor stuk bespreken. Ik begin met B21, dat gaat over kaartvaardigheden. De aardrijkskunde hoort natuurlijk ook kaarten. En je moet dan vaardig zijn om kaarten te kunnen lezen. Ten eerste, je hebt kaartlezen, en dat je kan zien en kan benoemen waar plaatsen en verschijnselen op de kaart voorkomen. Jullie hebben in de brugklas geleerd dat je ook gebruik maakt van de titel, de naam van de kaart, de schaal en dat je naar de legenda kijkt. Ook kaartanalyse, dus dat je de gegevens op een kaart kan analyseren, kan ordenen, kan plaatsen. Dat je ook bijvoorbeeld bepaalde patronen kan herkennen, dat er in bepaalde delen bijvoorbeeld meer mensen wonen dan in andere delen. En dat je daardoor ook door het bestuderen van de kaart verbanden kan leggen, omdat het bijvoorbeeld te maken heeft met droge gebieden, lage gebieden, natte gebieden. Kaartinterpretatie betekent dat je de gevonden verbanden en patronen op een kaart ook kan verklaren. Bijvoorbeeld in het noorden van Canada is het heel erg koud, dicht bij de Noordpool, en daar wonen dus weinig mensen. B49 gaat over luchtstreken. De aarde kan je eigenlijk in drie temperatuurzones, luchtstreken, verdelen. Je hebt de tropen rond de evenaar, daar is het altijd warm. En de tropen zitten tussen de keerkringen 23,5 graden noordenbreed en 23,5 graden zuidenbreedte. De gematigde zone, daar is het niet echt warm, niet koud. En dat zit in tussen 23,5 graden noordenbreed zuidenbreed en 66,5 graden noordenbreedte en zuidenbreedte. Als je boven de 66,5 graden noordenbreedte en zuidenbreedte komt, dan zit je in de poolstreken, oftewel de polaire zone. Daar is het altijd koud. En de breedtegraden 66,5 graden noemen we ook wel de poolcirkels. B50, isothermen. Isothermen zijn lijnen die plaatsen met een gelijke temperatuur verbinden. Isothermen zijn eigenlijk de grenzen van luchtstreken. Op het vorige kaartje kon je zien dat de luchtstreken als rechte wiskundige lijnen zijn weergegeven. In werkelijkheid zijn de begrenzingen tussen de luchtstreken niet zo recht, maar zijn ze meer kronkelig. De isotherm van de 18 graden Celsius noemen we ook wel de kokospalmgrens. Dat is de begrenzing tussen de tropen en de gematigde zone. De isotherm van 10 graden Celsius, oftewel de boomgrens, want onder 10 graden Celsius kunnen geen bomen meer groeien. Dat is de grens van de poolstreken. Dat kan je ook een beetje op deze foto zien. Je ziet dat de bomen hier nog heel erg klein zijn. Het is daar dus te koud om bomen goed te laten groeien. Dat noemen we dus ook wel de boomgrens. B73, klimaatsysteem van Kuppen. Dit is helemaal nieuw voor de tweede klassers. Vanaf nu komt dit regelmatig terug bij aardrijkskunde. Ook dadelijk in de derde of ook vierde, vijfde en zesde klas. Goed, laat ik er eens wat over vertellen. Let goed op. Meneer Kuppen heeft een klimaatsysteem bedacht. Die bestaat uit een aantal hoofdletters met daarachter een tweede letter. Het zijn 5 hoofdletters, A, B, C, D, E. De hoofdletter A betekent dat het een gebied is met een tropisch klimaat, zeg maar rond de evenaar. Daar is het altijd warm. Ook in de koudste maand is de temperatuur daar altijd boven de 18 graden. Jullie weten dat in een klimaatgrafiek de temperatuur met de rode lijn wordt weergegeven. Dus als je een klimaatgrafiek hebt en je ziet dat de rode lijn het hele jaar door van januari tot en met december boven de 18 graden staat, dan is dat een zogenaamd A-klimaat, een tropisch klimaat.
uiteraard, dat is niet het geval in deze klimaatgrafiek van de beeld in Nederland. We zien dat de rode lijn het hele jaar niet boven de 18 graden is. Een tweede soort klimaat is de hoofdletter B. Dat is een droog klimaat. Dat zijn eigenlijk, zeg maar, de woestijnen. Als uitzondering niet naar de temperatuur gekeken, maar er wordt meer gekeken naar hoeveel neerslag er valt. Als er minder dan 500 mm regen per jaar valt, noemen we het een droog klimaat. Derde soort klimaten is met de hoofdletter C, een zogenaamd zeeklimaat, oftewel maritiem klimaat. Dat is zeg maar het gebied van Europa, Nederland. En wat kunnen we daarover zeggen? Eigenlijk kan je zeggen dat de gemiddelde temperatuur het gehele jaar zo'n beetje tussen de min 3 en 18 graden zit. Dus gemiddeld wordt het daar niet kouder dan min 3, uitzonderingen daar, en niet warmer dan 18 graden. Dat is het zogenaamd zeeklimaat, maritiem klimaat. Eigenlijk een gematigd klimaat. Niet echt koud, niet echt warm. Vierde soort klimaat van Köppen is hoofdletter D, een landklimaat. Ander woord is continentaal klimaat. Dit zijn de gebieden ver van zee. Denk aan Rusland, Canada, grote stukken land, ver van zee, daar is een zogenaamd landklimaat. Het lijkt een beetje op ons, maar het verschil is dat het daar in zomers veel warmer kan worden en in de winter veel kouder. Vijfde is hoofdletter E, een koud klimaat, oftewel een poolklimaat of polair klimaat. Wat is de eigenschappen van een poolklimaat? In de warmste maand van het jaar wordt het niet warmer dan 10 graden Celsius. Dus het wordt daar in de warmste maand nooit kouder, nooit warmer moet ik zeggen, dan 10 graden Celsius. Dus, kort gezegd, hoofdletter A, C, D, E. De klimaat is gebaseerd op de temperatuur. We kijken dan naar de rode lijn in de klimaatgrafiek. Alleen de hoofdletter B is een uitzondering. Daar is het klimaat gebaseerd op de neerslag. Goed, achter deze 5 hoofdletters kunnen we een tweede letter plaatsen in dit klimaatsysteem van Köppen. En de tweede letter gaat iets zeggen over de neerslag. Dat zijn dus de blauwe staafjes in de klimaatgrafiek. Laten we daar eens naar gaan kijken. Achter de hoofdletter B kan je een hoofdletter S plaatsen. Dat betekent dat dat een steppenklimaat is. Het is een droog gebied, want er valt minder dan 500 mm per jaar. Maar er valt toch een aantal maanden per jaar nog een net een klein beetje regen, genoeg om daar grasjes te laten groeien. Daarom noemen we het een BS-klimaat, droog, en het is een steppengebied. Als er per jaar minder dan 250 mm per regen per jaar valt, dan krijgt het als tweede letter een hoofdletter W, BW, droog. En de hoofdletter W staat voor woestijn. Achter de hoofdletters A, C, D, A is tropisch, C is zeeklimaat, D is landklimaat, kan je 3 letters plaatsen. Dat zijn kleine letters, de F, de S en de W. De F betekent veld. Dat betekent dat het hele jaar door neerslag valt. Dus elke maand heb je wel neerslag. Net zo, zeg maar zoals het in Nederland is. Er is niet echt een droge tijd. Nederland heeft dus een hoofdletter C, een C-klimaat. En dan F, dat betekent veld. Elke maand hebben we regen. Je kan ook een kleine letter S achterplaatsen, sommer, Duits voor zomer. Dat betekent dat het in de zomer droog is. Denk aan de landen als Italië, Spanje, die hebben daar een C-S-klimaat. C betekent C-klimaat en het lettertje S betekent dat het daar in de zomer droog is. Je hebt ook gebieden op aarde, zoals in China. Daar heb je een CW-klimaat. Het kleine lettertje W staat voor winter en daar is het in de winter droog. Achter hoofdletter E, poolklimaten, koud klimaat, kan je 3 letters plaatsen. Hoofdletter F, dat betekent dat er altijd sneeuw ligt. Deze gebieden zijn eigenlijk altijd kouder dan 0 graden Celsius. Gebieden met de eeuwige sneeuw.
of een hoofdletter H. Dat betekent dat het ook kouder is, altijd kouder is dan 0 graden en er ligt ook altijd sneeuw. En dat is dan bovenop bergen, bovenop hoge bergen. Dus als je EH ziet, dan weet je, hé, dat is hoog bovenop een berg. Ook kan je er een hoofdletter T achter plaatsen, ET, tundragebieden. Dat zijn gebieden waar het in de zomer dan maximaal 10 graden Celsius kan worden. En waar het dan een paar maanden per jaar de sneeuw smelt. En deze gebieden bestaan dan uit gros, mos en grasjes, kleine struiken. De zogenaamde tundragebieden. Dus, in principe moet je nu een klimaatgrafiek kunnen lezen en het kunnen koppelen aan kuppen. Als we naar deze kijken van Beijing, wat kunnen we daarover zeggen? We zien dat de temperatuur best wel behoorlijk onder nul kan zakken. En dat de temperatuur in de zomermaanden, juni, juli, 25 graden kan worden. Dat betekent het is geen zeeklimaat, maar dit is een D, een landklimaat. Omdat het toch wel in de zomer behoorlijk warm kan worden. Bij een zee, hoofdletter zeeklimaat, wordt het in de zomer niet warmer dan 18 graden. Dus daarom is dit een D, een landklimaat. We zien dat in de wintermaanden, januari, februari, november, december, dat er nauwelijks neerslag valt. De staafjes zijn heel erg klein. Dus dan zeggen we in de winter droog. Dus het is een hoofdletter D, kleine letter W, landklimaat in de winter droog. Als we naar de volgende kijken, dan zien we als je naar al die staafjes kijkt, als je dan dat zou optellen qua millimeters, dan kom je zeg maar onder de 500 mm uit. Dus dat betekent dat het is een droog klimaat, hoofdletter B. Maar omdat er toch nog een klein beetje neerslag valt, meer dan 250 mm, zeggen we het is een hoofdletter S. Dus droog en steppen. In dit gebied zullen dan nog grasjes groeien. De temperatuur is minder van belang. Het hoeft niet per se in de woestijn of in een steppengebied heel erg heet te zijn. Het mag ook gewoon koud zijn. Dan kan het nog steeds een droog gebied zijn. Tot slot, Hongkong. Als we kijken naar de temperatuur, dan kijk ik altijd als eerste na, hè, voor de eerste 5 letters, A, B, C, D, E. Dan zie je dat de temperatuur niet echt heel erg koud is. In de zomermaanden is het daar wel warm. Maar er zijn geen uitschieters, zeg maar, ver onder nul. Dus het is geen D-klimaat, geen landklimaat. Het is ook niet het hele jaar boven de 18 graden. Dus dan kunnen we dit bij de hoofdletter C plaatsen. C-klimaat. In de wintermaanden ten opzichte van de zomermaanden zijn de staafjes klein. Niet zo groot, er valt niet zoveel regen in de wintermaanden. Dus dan kunnen we zeggen C, C-klimaat en lettertje W, kleine letter W in de winter droog. Nou, in B73 van jullie basisboek zie je nog een heel mooi overzicht. Daar kun je alles nog een keer mooi bekijken, ook in een tabel. Ik hoop dat dit nu een beetje duidelijk is. En let op, het klimaatsysteem van kuppen moet een beetje in je hoofd zitten, want dat komt de komende jaren regelmatig terug. B148, bevolking en inrichting. Demografie, wat betekent dat? Dan kijken we naar het aantal mensen, hoe de mensen verspreid zijn over een land en wat de kenmerken zijn van de bevolking. Hoe een land is ingericht hangt een beetje af van hoeveel mensen er wonen en hoe ze verspreid zijn. Bevolkingsdichtheid, dat hebben jullie in het verleden al eens gehad. Dat betekent gewoon het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer. Je ziet dat bijvoorbeeld hier in China aan de oostkust dichter bevolkt is als je kijkt naar het aantal mensen per vierkante kilometer dan in het westen. Bevolkingsspreiding betekent hoe is de bevolking verdeeld over een gebied, dus waar zijn de bevolkingsconcentraties. B154 gaat over de leeftijdsopbouw. De leeftijdsopbouw van een land kan je zien in een bevolkingsdiagram. En dat ziet er dan zo uit. Er zijn allerlei staafjes. Aan de onderkant kan je de aantallen aflezen. En verticaal kan je zien de verdeling in leeftijd van 0 tot 100 plus. Aan de linkerkant in het blauw zijn de mannen weergeven in een bepaald land en aan de rechterkant in rood zijn de vrouwen weergeven.
Een bevolkingsdiagram kan in het algemeen drie vormen hebben. De vorm van een piramide, onderkant heel erg breed, bovenkant smal. De vorm van een granaat, onder en in het midden redelijk breed en de bovenkant smal aflopend. Of de vorm van een urn, aan de onderkant smal en dan weer naar de bovenkant toe breder. En dan helemaal bovenaan weer aflopend. Laten we eens inzoomen op deze drie bevolkingsdiagrammen. De eerste, een piramidevorm. Dit vind je terug in veel Afrikaanse landen, bijvoorbeeld Gambia. Dus er zijn heel veel jongeren, want het geboortecijfer is hoog. Dat betekent dus dat de bevolking snel aan het groeien is. Zulke soort bevolkingsdiagrammen in de vorm van een piramide vind je vooral in ontwikkelingslanden. De tweede vorm, de vorm van een granaat, onder en het midden breed. Dat betekent dat de geboortecijfers omlaag aan het gaan zijn. Net bij een piramidevorm zag je dat de lagere leeftijdsklassen dat daar nog heel erg groot waren, de staafjes, en die worden nu al smaller. Dat betekent dat er in zo'n land als Indonesië bijvoorbeeld al minder kinderen worden geboren. De bevolking gaat dan langzamer groeien. Zulke soort landen zijn de landen die zich aan het ontwikkelen zijn. Niet arm, niet rijk. Dus landen die zich economisch aan het ontwikkelen zijn, hebben dan vaak de vorm van een granaat. Dus het aantal jongeren neemt af. Mensen zeg maar in de werkende leeftijd, er zijn er ook nog heel veel van in het land. En er zijn nog niet zoveel ouderen. De derde vorm noemen we de urn. Er worden niet zoveel jongeren meer geboren. Dit als voorbeeld bijvoorbeeld Duitsland. Het aantal jongeren is een stuk minder ten opzichte van de ouderen. Dus de geboortecijfers zijn aan het dalen. Dat betekent dat de bevolking niet meer zo groeit. Dat zelf de bevolking kan afnemen door geboortes. Maar we zien bovenaan dat er wel heel veel ouderen zijn. In zulke soort landen is een vergrijzing. Dit is een kenmerk van rijke ontwikkelde landen. Zoals veel Europese landen of Japan. In principe hebben we nu heel hoofdstuk 1 met de basisboeknummers besproken. Hier nog even een paar plaatjes. Bijvoorbeeld een poster uit 1986 die de eenkindspolitiek laat zien, hoe ze dat toen promoten. Hier zien we een cartoon dat door de eenkindpolitiek er een tekort aan vrouwen kwam. Want als de Chinese vrouw zwanger was en het was een meisje, dan werd er heel vaak abortus gepleegd, net zolang tot het jongetje was. Want dat is dan meer status. Dus het gevolg is dat er in China een overschot aan mannen is en een tekort aan vrouwen. Hier zien we weer een krantartikeltje dat China stopt met het eenkindbeleid, dat het weer versoepeld werd. En dit krantartikeltje zegt dan, komt er nu een geboortegolf? Nou, we hebben gezien dat er geen geboortegolf is gekomen, omdat ook kinderen krijgen in China best wel duur is en de mensen het eigenlijk te druk hebben om veel kinderen te krijgen. Dus de geboortegolf is ook uitgebleven na het opheffen van de eenkindpolitiek. Hier zo zien jullie nog een keertje alles van paragraaf 1 met de vragen over paragraaf 1 met hier aan de rechterkant de antwoorden. Je zou het filmpje even stil kunnen zetten en dan zou je voor jezelf nog een keertje kunnen overhoren. Dan heb je kort gezegd alles wat we besproken hebben, zie je hier nog eens keer terug in de vorm van vragen en antwoorden. Dit was hoofdstuk 1, paragraaf 1. China, bevolking en ruimte. Hoofdstuk 1, paragraaf 2. In paragraaf 1 hebben we naar demografie gekeken, naar de bevolking. En nu in paragraaf 2 gaan we weer naar de economie kijken, de zaken die met geld te maken heeft. Paragraaf 2, titel is China van kopiëren naar innoveren. De deelvraag over deze paragraaf is, wat zijn de belangrijkste economische veranderingen in China tussen 1980 tot nu? Dit zijn de bladen uit het lesboek voor VWO. Bij VWO is het bijna hetzelfde als haven, alleen bij VWO hebben we een kopje over Hongkong en Shenzhen. En bij haven
ontbreekt dat dan? Ik zou ook steeds weer aangeven, als er iets alleen voor VWO is, zodat degenen die op HAVO zitten dit dan even kunnen overslaan. Dit is de samenvatting van paragraaf 2. Dus dit stukje Hongkong en Shenzhen is dan niet voor HAVO. De politiek ligt in China. De macht van de politiek ligt bij één partij. We noemen dat een éénpartijstelsel. Dit is typerend voor een communistisch land. Politiek gezien is er dus geen vrijheid. Er is één partij die het voor zeggen heeft. Tot 1980 waren alle bedrijven in China in handen van de staat, van de regering dus. Er was geen vrijheid voor de mensen. De cultuur uit het Westen was verboden. En de bevolking was in het algemeen arm en leefde een beetje afgesloten van de rest van de wereld. Na 1980 zijn er veranderingen opgetreden. De regering zag toch in dat er veel dingen moest veranderen. Het land is nog steeds communistisch. Mensen hebben nog steeds weinig vrijheid, hebben nog steeds weinig te zeggen, mogen nog steeds niet voor hun mening echt uitkomen. Maar economisch gezien is het land opengesteld naar de rest van de wereld. Er is dus nog steeds een éénpartijstelsel. De Chinezen worden door moderne middelen tegenwoordig heel erg goed in de gaten gehouden, het Big Brother systeem. In de grote steden hangen overal camera's met gezichtsherkenning. Dus als jij daar bijvoorbeeld door rood loopt, wordt dit gezien. En dan krijg jij zogenaamde strafpunten. Er is daar een zogenaamd social credit systeem. En je kan plus- en minpunten krijgen afhankelijk van je gedrag. Dus eigenlijk weinig vrijheid. Nou, het land is wel opengegaan voor internationale bedrijven. Dus bedrijven uit het buitenland mochten zich vestigen in China. Wat heel erg goed is geweest voor de economie van China. Want het is nu geen arm land meer geworden. De Chinese bedrijven hebben zich daardoor ook heel erg kunnen ontwikkelen. En veel Chinese bedrijven behoren nu ook tot de top van de wereld. Verder, de westerse sociale media is verboden in China, hè, want ik zei net al, er is weinig vrijheid, het Big Brother systeem. Westerse cultuur is op zich wel aanwezig als je bijvoorbeeld kijkt naar de kleding van mensen, maar de mensen worden nog heel erg beperkt in hun denken. Mensen moeten eigenlijk nog denken zoals de communistische partij dat wil. Fabriek van de wereld. Dit stukje is alleen voor de HAVO. Na 1980 is het eigenlijk in Shenzhen gebeurd. Vanaf daar heeft de economie zich ontwikkeld. Er is daar een zogenaamde speciale economische zone opgericht. SEZ. Speciale economische zone. Dat is een gebied bij Shenzhen. En later zijn er ook andere speciale economische zones opgericht. Waar buitenlandse bedrijven zich mochten vestigen. Het land is goedkoop, vlak bij de haven, er zijn genoeg arbeiders. Als je als buitenlands bedrijf in zo'n speciale economische zone vestigt, dan hoef je daar weinig belasting te betalen. Dus heel veel gunstige voorwaarden in een speciale economische zone om daar je fabriek te vestigen. Wat is dan het voordeel voor zo'n buitenlands bedrijf, voor zo'n buitenlands fabriek? Je kan dan daar heel goedkoop je producten maken, want het land is goedkoop, de mensen werken voor weinig geld, je hoeft niet veel belasting te betalen. Dus dit was eigenlijk een hele slimme set van de Chinezen. Hierdoor zijn heel veel buitenlandse bedrijven, die hebben dan zeg maar de rijkere landen verlaten waar ze eerst zaten en hebben zich nu gevestigd in China omdat daar dan de productie goedkoper is. Dit is natuurlijk alleen geschikt voor producten die arbeidsintensief zijn, dus waar je heel veel
arbeiders nodig hebt om deze producten te maken. En dan wil je graag in een land zitten met lage lonen, lage lonenlanden. We denken bijvoorbeeld aan schoenen, speelgoed, kleding. Dit zijn allerlei producten die je niet echt met robots in elkaar moet zetten. Daar heb je gewoon mensenhanden voor nodig. Dus duizenden mensen in de fabriek die dat op een lopende band elke dag schoenen, speelgoed, kleding, dus arbeidsintensieve producten kunnen maken. Nou, door deze slimme set is China economisch na 1980 heel erg sterk gegroeid. Shenzhen ligt vlakbij Hongkong. Dat was een voormalige Britse kolonie wat nu op dit moment heel erg hoog ontwikkeld is. Het volgende stukje Hongkong en Shenzhen is alleen voor VWO. Na 1980 heeft China een slimme set gemaakt. Dus een slimme move gemaakt. Ze richten speciale economische zones op, SEZ. Wat is dat? Dat is een gebied vlakbij een haven waar buitenlandse bedrijven zich mochten vestigen. En in de grond is daar goedkoop, je hoeft daar weinig belasting te betalen. De mensen die daar voor je kunnen werken, die zijn heel erg goedkoop, die hoeven niet veel te betalen. Dus heel veel buitenlandse bedrijven hebben de rijkere landen verlaten, zoals uit Europa, Amerika, en hebben zich gevestigd in China, omdat daar dan de kosten lager zijn voor hun productie. De eerste speciale economische zone was bij Shenzhen. Daar vlak naast ligt Hongkong. Hongkong is een voormalig Britse kolonie, is nu rijk en hoog ontwikkeld. Dus China heeft eigenlijk na 1980, met als eerste in Shenzhen, een open deur politiek gevoerd. Ze hebben het land dus opengesteld economisch voor buitenlandse bedrijven. Shenzhen was eerst een vissersdorpje en is nu uitgegroeid tot een megastad. Een megastad is een stad met meer dan 10 miljoen inwoners. En deze speciale economische zones worden wel eenvoudige arbeidsintensieve producten gemaakt, waar je dus heel veel mensen voor nodig hebt. Denk aan schoenen, kleding, speelgoed. Dat kan je niet met de robots maken, daar heb je gewoon heel veel mensenhanden voor nodig. Dus heeft zich daar grote buitenlandse bedrijven gevestigd. Dat noemen we dat multinationals. MNO's, multinationale ondernemingen. Dus dit zijn bedrijven die overal op de wereld zitten, multinationaal. Fabriek van de wereld. Vanaf nu is het weer voor HAVO en VWO. Na 1980 groeide dus de industrie heel erg hard. Ook in andere steden dan Shenzhen in de buurt van Hongkong. Dat betekent dat miljoenen Chinezen van het platteland naar de kust verhuisden om daar te gaan werken. Het platteland was arm, er was niet veel werk meer. En langs de kust, door de opkomst van al die buitenlandse bedrijven die zich daar vestigen, was daar heel veel werk. Dus miljoenen arbeidsmigranten verhuisden naar de kust. De omstandigheden waren heel erg slecht. Ze moesten lange werkdagen maken, hoge werkdruk, dus heel hard doorwerken. Lonen waren heel erg laag en er werd niet echt naar gezondheid van de mensen gekeken in zo'n fabriek. Gevolgen voor de inrichting. Dit stukje is alleen even VWO. Dit gebied rond Hongkong, Shenzhen, is er eigenlijk een hele cluster van agglomeraties ontstaan. Een agglomeratie is een stad waaraan ook weer kleinere steden aan zijn vastgegroeid. En er zijn heel veel agglomeraties. En al die agglomeraties zijn op een gegeven moment, omdat er zo snel gegroeid is, al die mensen zijn deze kant op verhuisd om daar te gaan werken, uitgegroeid tot een grote megalopolis. Oftewel, al die grote steden zijn ook weer aan elkaar vastgegroeid en dan krijg je een gigantische megalopolis. Oftewel een mega-regio, één groot stedelijk gebied. Dit vindt zich dus aan de Parel-rivier-delta, de delta van de Parel-rivier. Daar wonen ongeveer 70 miljoen mensen. De Parel-rivier-delta noemen we ook wel de fabriek van de wereld. Omdat daar dus heel veel buitenlandse bedrijven zich hebben gevestigd en later ook hebben de Chinese bedrijven zich gevestigd voor de productie van allerlei goederen.
Een ander gebied in China, de Yangtze-delta, daar wonen ongeveer 130 miljoen mensen. En dat noemen we weer de kantoor van de wereld. Wat betekent dat? Daar zijn dan minder fabrieken, maar dan wordt er zeg maar meer allerlei nieuwe producten, allerlei andere diensten worden daar dan bedreven waar je dan ook geld mee kan verdienen. Het nieuwe China, voor zowel haven als VWO. Dus de economie is snel gegroeid door de komst van al die buitenlandse bedrijven. In het begin werden alleen maar eenvoudige goedkope producten voor de rest van de wereld, voor de export gemaakt. China heeft zich dan daardoor snel ontwikkeld qua welvaart, qua rijkdom, maar ook qua technische ontwikkelingen. De mensen zijn door al het werk ook rijker geworden, welvarender geworden. Dus dat betekent dat er ook in China zelf, in het binnenland, deze producten die gemaakt worden, dat je daar dat ook aan kan verkopen. Dat het ook een afzetmarkt geworden is. Dus die producten gingen op een gegeven moment niet meer alleen naar de rest van de wereld, maar werd ook in het eigen land verkocht. Dat kon omdat de lonen gestegen waren. Dus Chinezen konden zelf ook veel meer spullen kopen. Enkele tientallen jaar geleden konden de Chinezen zich alleen maar verplaatsen per trein of per bus en per fiets. Tegenwoordig is het gewoon heel normaal dat iedereen ook een auto heeft. China heeft zichzelf dus nu daardoor ook technisch ontwikkeld en heeft nu ook een eigen high-tech industrie gekregen. Ze hebben zelf nu ook hoogstaande technische kennis. Ze zijn dus niet meer afhankelijk, zoals het begin na de jaren 80, van buitenlandse bedrijven. Eigenlijk kan je zeggen, China is nu niet alleen meer een maakland geworden, want de lonen zijn ook omhoog gegaan. Eigenlijk is China nu ook te duur geworden als maakland, maar is ook nu een innovatieland geworden. Ze bedenken nu zelf ook allerlei nieuwe producten. Denk aan de elektrische auto die nu ook in groot tempo in China gemaakt wordt en naar de rest van de wereld gaat. Want als je innovatief bent, je bedenkt nieuwe producten, dat levert eigenlijk meer geld op, kan je meer geld aan verdienen dan alleen aan assemblage. Assemblage betekent dat jij dus in de fabriek allerlei onderdelen in elkaar zet tot een eindproduct. Dus nieuwe producten bedenken, innovatief zijn, is beter om geld aan te verdienen, het levert meer op dan alleen aan assemblage, dus alleen aan fabrieken. Omdat langs de kust waar de eerste fabrieken zijn gevestigd en daar de welvaart, de rijkdom van de Chinezen het snelst is gestegen, kreeg je wel een soort tweedeling. Het binnenland bleef armer, daar waren geen fabrieken. Op een gegeven moment zijn de lonen langs de kust dus omhoog gegaan, dan werd het vaak te hoog voor fabrieken. Dan kreeg je eigenlijk een tweede ontwikkeling, heel veel fabrieken hebben zich verplaatst van de kust meer naar het binnenland, naar een nieuw groeigebied in het binnenland. Waar dus nu heel veel industriegebieden zijn gekomen. Omdat daar de lonen lager zijn, is het voor een fabriek handiger, slimmer. Dan kan je meer verdienen om ergens te zitten waar de lonen lager zijn. Dus heel veel fabrieken hebben zich verplaatst van de kust naar een nieuw groeigebied in het binnenland, groeipolen in het binnenland. Of ook heel veel Chinese bedrijven hebben zich nu verplaatst naar andere Aziatische landen, omdat daar lonen lager zijn. Denk aan Laos en Cambodja. Dus door de stijgende lonen hebben veel bedrijven hun werk verplaatst van of naar het binnenland of naar andere Aziatische landen. En daarom hebben we het nu over het nieuwe China. Dus niet alleen meer een land waar goedkope producten wordt gemaakt, maar ook een land waar nu een high-tech industrie is gekomen. En datzelfde Chinese fabrieken zich verplaatsen naar het binnenland of naar andere Aziatische landen. Dit was paragraaf 2. Nu neem ik nog even een paar basisboeknummers door bij deze paragraaf. B13, wisselen van schaalniveau. Dit kennen jullie van de brugklas. Een lokaal, regionaal, nationaal, continentaal, mondiaal schaalniveau. Of je zoomt uit van klein naar groot. Of je zoomt in van groot naar klein. D172 stedelijk gebied is alleen voor VWO. Een stad
zoals ik de paragraaf 1 al heb benoemd, waaraan andere kleine steden of dorpen aan zijn vastgegroeid, is een agglomeratie. Bijvoorbeeld de stad Den Haag, daar zijn tegenwoordig Rijswijk, Voorburg, Leidschendam dan aan vastgegroeid. Vroeger was dat niet het geval. De stad Den Haag is bijvoorbeeld ook een agglomeratie samen met Rijswijk, Voorburg, Leidschendam als voorbeeld. In de centrale stad, daar wonen dan de meeste inwoners, daar is dan het meeste werk en voorzieningen, bijvoorbeeld Den Haag. Een stedelijk gebied, dat betekent dat een aantal agglomeraties als het ware ook aan elkaar zijn vastgegroeid, net zoals we net in China zagen. Dan kreeg je zelf gigantische megalopolissen. Maar alle dorpen en steden die eromheen zitten in zo'n stedelijk gebied zijn wel afhankelijk van de centrale stad voor voorzieningen. In een grote stad heb je de ziekenhuizen, de hogescholen, de belangrijkste winkels. Dus megalopolis, zoals ik net al zei, een stedelijk gebied, al die stedelijke gebieden die bij elkaar aan elkaar zijn vastgegroeid tot één groot, gigantisch gebied, wat vaak veel groter is dan heel Nederland. Megalopolis vinden we dus niet in Nederland, maar wel bijvoorbeeld in China, zoals we hebben gezien. B224, van HAVO en VWO, kenmerken van ontwikkeling. Dus hoe kan je zien of een land ontwikkeld is, hè, of die rijk of arm is? Je kan kijken naar het BNP per inwoner, bruto nationaal product. Je kijkt dus hoeveel geld wordt er verdiend in een land. Dat deel je dan door het aantal inwoners en dan krijg je een bepaald getal. En dan heb je een beetje een idee of een land rijk of arm is. Bijvoorbeeld op dit kaartje kan je zien dat in sommige landen de mensen meer dan 30.000 euro verdienen per inwoner per jaar. En in, bijvoorbeeld in veel Afrikaanse landen verdienen de mensen minder dan 2500 euro per inwoner per jaar. Dus er zijn arme, rijke landen en landen die er een beetje tussenin zitten. Welzijn is iets anders dan welvaart. Dat gaat meer over de kwaliteit van het leven. Dan kijken we naar 4 basisbehoeften. Hoe is het met voedsel gesteld? Hoe is het met de huisvesting gesteld? Het onderwijs en de gezondheidszorg. Welzijn is een andere indicator om te kijken naar de ontwikkeling van een land. Vaak is dit eigenlijk wel beter om te gebruiken dan BNP. Andere ontwikkelingskenmerken, bijvoorbeeld je kan kijken naar een snelle bevolkingsgroei. Een land met de bevolkingsgrafiek van een piramide, zoals veel Afrikaanse landen waar veel jongeren zijn, waar veel mensen geboren worden, is meestal ook een kenmerk van een arm land. Als in een land veel mensen werkzaam zijn in de landbouw, bijvoorbeeld in veel Afrikaanse landen, is ook een kenmerk van een arm land. In rijke landen zoals Nederland werken maar weinig mensen in de landbouw, dat is een kenmerk van een rijk land. Je kan ook kijken naar de groei van percentage stedelingen. Als er heel veel mensen in de stad wonen, is het vaak een rijk land. Wonen de meeste mensen nog op platteland, dan is het een arm land. B247 globalisering. Globalisering is dus het proces dat internationaal mensen, goederen, geld, informatie wordt uitgewisseld. Ander woord is mondialisering. We hebben 3 soorten globalisering. Het kan om geld gaan, economische globalisering, zoals we in paragraaf 2 bij China hebben gekeken. Politieke globalisering, dat bepaalde organisaties steeds meer politiek, iets politiek te zeggen hebben in de rest van de wereld. Bijvoorbeeld in veel Europese landen zijn aangesloten bij de EU, de Europese Unie, als voorbeeld van politieke globalisering. En we hebben culturele globalisering, dat veel gewoontes, bijvoorbeeld westerse gewoontes, zich spreiden over de rest van de wereld. Zoals je op dit fotootje kan zien, ergens in het Midden-Oosten, Starbucks, koffie, Amerikaanse, een stukje Amerikaanse cultuur, een groot Amerikaanse bedrijf, wat ook bijvoorbeeld de Arabieren hier zo in het Midden-Oosten beïnvloedt. Je ziet ook de kleding, sommigen lopen traditioneel en sommigen lopen in een westerse spijkerbroek rond. We zeggen eigenlijk dat door globalisering de aarde een dorp is geworden, Global Village. De afstanden door snelle vervoermiddelen als vliegtuigen lijken tegenwoordig heel erg klein. En binnen 24 uur kan je aan de andere kant van de wereld zitten, zoals Australië. Globalisering kan ook vaak negatieve gevolgen hebben. Het is natuurlijk niet alleen maar positief. Het kan ook voor heel veel ongelijkheid zorgen.
En dus veel mensen die profiteren van, die worden rijk. En ook heel veel mensen die profiteren er niet van, want die worden arm. D258 Global Cities, dat is een wereldstad, metropool, gericht op de wereld. Het is een hele grote stad die op mondiaal schaalniveau, op de wereldniveau, een belangrijke rol speelt in de wereld. Op drie gebieden, voor de economie, voor de cultuur en voor de politiek. Het kenmerk van zo'n stad dat in zo'n soort stad veel hoogopgeleide en goed betaalde mensen wonen. Vaak is ook Engels de voertaal. Een megastad is iets anders dan een wereldstad. Een megastad is gewoon een grote stad waar meer dan 10 miljoen mensen wonen. Economisch, cultureel en politiek is zo'n stad minder belangrijk in de wereld. De wereldsteden, global cities, wordt ook vaak de westerse cultuur over de rest van de wereld verspreid. We krijgen een soort verwestering van de wereld. We noemen het daarom, hebben we het over culturele globalisering. Agglomeratievoordelen. Dat zijn dat er rond grote steden is het voor bedrijven heel erg gunstig om zich daar bij elkaar te vestigen. Want dat is makkelijk om kennis en creativiteit met elkaar uit te wisselen als je dicht bij elkaar zit. Dat noemen we dus een agglomeratievoordeel. En het is ook makkelijk als heel veel bedrijven bij elkaar zitten om je producten zeg maar te verspreiden. Omdat dan vaak de infrastructuur in zo'n gebied goed is. Hè? Qua havens, qua wegen, qua spoorlijnen. Dus dat zijn nog, het is voordelig, het is handig voor bedrijven om dicht bij elkaar te zitten. Dat noemen we dus agglomeratievoordelen. Nou, hier zie je nog een lijstje van een aantal wereldsteden. Wereldsteden denken we aan New York, Londen, Parijs, Tokio, Hongkong, Singapore, Chicago en noem maar op. Van groot naar kleiner. Uiteraard, je hoeft dit niet te leren. Hou gewoon een beetje in je achterhoofd. Wat zijn een paar wereldsteden? Nou, denk aan New York, Londen, Tokio, Hongkong als voorbeeld. D259 multinationale ondernemingen, dat is in paragraaf 2 al besproken. Een multinationale onderneming, MNO, is dus een bedrijf met vestigingen in heel veel landen over de wereld. Bijvoorbeeld McDonald's, die kom je bijna in elk land wel tegen. Het hoeft niet alleen te gaan om productie van goederen, zoals Apple, die mobieltjes en alles maakt. Maar het kan ook gaan om dienstverlening, bijvoorbeeld McDonald's met zijn restaurants. In principe hebben deze grote multinationale ondernemingen heel veel macht, omdat het hele grote bedrijven zijn met heel veel geld, vaak veel meer geld dan een land. Dus wereldwijd hebben deze grote multinationals heel veel invloed, doordat ze veel geld en kennis hebben. Je kan eigenlijk zeggen, multinationals veroveren als het ware de wereld. B260, internationale arbeidsverdeling. Dat betekent de verdeling van het werk over verschillende landen. Dit komt door globalisering. Productie van goederen kan je in drie fases verdelen. De eerste fase is, je bedenkt, je ontwerpt een product. Daar moet je heel veel onderzoek van doen, dat moet je ontwikkelen. We noemen dat research and development. Daarna, als je iets hebt bedacht, laat je het produceren, laat je het maken in een fabriek. Dat de tweede fase is dus het produceren van goederen in een fabriek. De derde fase is, je moet het daarna ook verkopen. Dan moet je reclame voor maken, marketing. En je moet het verspreiden. En dus naar de winkels kunnen brengen. Dat noemen we distributie. Dus fase 1, fase 2, fase 3. En dus ontwerpen, produceren en het vervoer en verkoop. We hebben dus gezien dat bijvoorbeeld voor het produceren van goederen, dat het heel veel wordt gedaan in landen waar de lonen laag zijn. Daarom zeggen we internationale arbeidsverdeling. Hier zie je op dit plaatje 2, zie je hoe de spijkerbroeken gemaakt. Nou, in Nederland zou je niet veel meer van zulke soort fabrieken tegenkomen. Onze lonen zijn te hoog. Maar dat vind je bijvoorbeeld in landen waar de lonen laag zijn, zoals Vietnam, Cambodja. Daarom zeggen we de verdeling van het werk internationaal gezien. Nou, fase 1, het bedenken, en fase 3, de verkoop en distributie, dat vinden vooral plaats in centrumlanden. Centrumlanden zijn de rijke landen van de wereld. Daar zitten vaak ook de hoofdkantoren van zulke soort bedrijven.
tweede fase, het maken van goederen, vindt vooral plaats in landen die zich economisch aan het ontwikkelen zijn, opkomende landen. We noemen dat semi-periferie landen. Dus landen niet echt arm, niet rijk, waar de lonen laag zijn, lage lonenlanden, daar wordt dan de productie vaak gedaan in de arbeidsverdeling. Dus fase 1, de innovatie, het bedenken van producten en de verkoop. Dat gebeurt dus in centrumlanden en het maken, fase 2, gebeurt dus in opkomende landen. Maar ook in opkomende landen wordt steeds meer technisch ingewikkeld werk gedaan. Niet alleen bijvoorbeeld het maken van spijkerbroeken of schoenen. Ook het in elkaar zetten van mobieltjes of computers. Dus technisch wat iets ingewikkelder werk wordt ook steeds meer in opkomende landen gedaan. B261 Newly Industrializing Countries, oftewel NIC. Dat zijn landen die... waar de industrie snel is opgekomen en die dus snel zijn gegroeid, opkomende landen. Eigenlijk, voordat China zich ontwikkelde, waren al een aantal landen voor. Die waren eigenlijk al eerder ontwikkeld dan China in viertal landen in Azië, zoals Hongkong, Taiwan, Singapore, om een paar te noemen, die waren eigenlijk al voor China ontwikkeld. We noemen dat Newly Industrialized Countries, NICs. Wat zijn de kenmerken van zulke soort landen? De economie is gericht op de export, dus het verkoop aan de buitenland. Worden heel grote buitenlandse investeringen, dus grote buitenlandse bedrijven met veel geld investeren in zulke soort landen om dus daardoor heel veel geld te verdienen. In het begin zijn het vooral arbeidsintensieve producten, dus waar je heel veel mensen voor nodig hebt. Denk aan schoenen, kleding. Later zijn het meer kennisintensieve producten geworden. Zoals je op dit fotootje kan zien, er worden meer met robots en zo gewerkt. En je hebt voor het maken van high-tech producten veel meer kennis nodig. Dus de eerste wat ik al zei waren Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hongkong. Deze eerste landen, dus die al eerder waren dan China, noemen we ook wel tijgerlanden. Het zijn Aziatische landen en in Azië komt tijger voor. Daarom tijgerlanden. Zulke soort landen zijn nu hoog ontwikkeld en schuiven dus heel veel arbeidsintensief werk, productiewerk, nu ook door naar andere lijnlanden, omdat de lonen hier ook heel erg sterk zijn gestegen. Dus net zoals in Nederland heel veel fabriekswerk zijn door stijgende lonen verdwenen, richting Azië gegaan, eerst naar NIC's zoals Zuid-Korea, Taiwan, Singapore, Hongkong en nu dus naar China. En we hebben ook gezien dat in China de lonen ook omhoog zijn gegaan. En dat ook veel Chinese bedrijven werk doorschuiven, zeggen we dan. Uitschuiven en doorschuiven naar andere landen waar de lonen weer goedkoper zijn. Dit was in principe paragraaf 2. Economische ontwikkeling van China. China is van kopiëren naar innoveren gaan. Ja, dit plaatje laat Philips zien, een groot bekende Nederlandse multinational. Vroeger had Philips zijn fabrieken hier in Eindhoven zitten, zie je duizenden Nederlanders aan het werk. Nou, dit is niet meer zo. De hoofdkantoor van Philips zit nog steeds wel in Nederland, eigenlijk nu in Amsterdam. Het werk, de fabrieken zijn verdwenen naar lage lonenlanden. Bijvoorbeeld hier zo een Chinees bedrijf in Changsha, waar de mensen voordat ze gaan beginnen, 's ochtends, eerst even een ochtendappel houden. Is iedereen aanwezig? Globalisering, en dus dat producten in lage lonenlanden worden gemaakt, is ook mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van de container en grote containerschepen. En de grote containerschepen kunnen dan redelijk goedkoop de producten van ver weg naar ons toe brengen. Ook dit is heel erg belangrijk bij de ontwikkeling van globalisering. Nou, de Chinezen zijn ook welvarender geworden, zoals dit krantartikeltje laat zien. De Maserati's zijn daar niet aan te slepen. Dit was paragraaf 2. Hier zien jullie nog een aantal vragen met de antwoorden over deze paragraaf als je eventueel wilt oefenen. Hoofdverkeer. Paragraaf 3. Migratie betekent verhuizen en verstedelijking. Deelvraag over deze paragraaf is: wat zijn de oorzaken
en gevolgen van de ruraal-urbane migratie in Singapore. Ruraal betekent platteland, urbaan betekent stad. Dus de verhuizingen van het platteland naar de stad. Dat staat er eigenlijk, ruraal-urbane migratie. Dit uit het lesboek voor de HAVO, VWO bedoel ik. En bijna hetzelfde als bij HAVO, alleen VWO heeft een extra kopje overheid en burgers. Hier zo bij HAVO heb je dat kopje niet. Ook weer, ik zal steeds aangeven als er iets alleen voor HAVO of VWO is. Dit is de samenvatting, dus dat onderste stukje overheid en burgers is alleen voor de VWO. Goed, migratie naar de stad. In 1980, voordat China hun land hadden opgesteld voor buitenlandse bedrijven, woonde 80%, dus bijna iedereen kan je zeggen, op het platteland. Nu is dat heel anders geworden. Nu woont in China bijna 60%, dus meer dan de helft van de bevolking in de stad. We zeggen dan, de urbanisatiegraad is snel toegenomen. Urbanisatiegraad betekent hoeveel mensen wonen er in de stad. Nou, dat is dus snel toegenomen zoals we zien. Door migratie betekent dat het platteland daardoor steeds leger wordt. Er zijn steeds minder leger, minder mensen. Leger. Werkloosheid op platteland is heel erg is toegenomen. Werkloosheid is toegenomen. Hoe komt dat? Ook op het platteland is er steeds meer mechanisatie. Er worden steeds meer machines gebruikt. Dus er zijn steeds minder mensen nodig om te werken. En dat is de reden dat heel veel mensen van het platteland dus naar de steden zijn gegaan, zijn migreerd naar de stad. En we hebben in paragraaf 2 gezien, daar is veel werk gekomen. Veel mensen van het platteland hadden geen werk meer en zijn dus naar de stad gegaan. Het gevolg is, in de steden kon je meer verdienen, wel hard werken, slechte omstandigheden, maar de welvaart is omhoog gegaan. Platteland is daardoor achtergebleven en dan krijg je een welvaartskloof. Dus dat betekent een verschil in welvaart, in rijkdom tussen de stad en het platteland. Een kloof tussen deze twee gebieden. In China, in de steden, is er ook een drijvende bevolking. Wat is dat dan? Nou, je mag in China niet zomaar verhuizen van het platteland naar de stad. Je moet eerst toestemming hebben gekregen van de regering om te mogen verhuizen. Waarom doen ze dat? Op zich wel slim. Ze willen voorkomen dat er dan allerlei krottenwijken in de stad ontstaan. Doordat mensen verhuizen en er zijn geen woningen, dat ze eigen krottenwoningen gaan bouwen. Als er voldoende huizen zijn gebouwd in de stad, dan pas op dat moment worden er weer vergunningen uitgegeven, zodat mensen kunnen verhuizen. Maar er zijn toch heel veel Chinezen, men schat in ongeveer 250 miljoen, die toch illegaal naar de stad zijn verhuisd. Ze staan dus eigenlijk niet officieel ingeschreven in de stad. En dat noemen we dus, dit is de drijvende bevolking. Als je dus illegaal naar de stad bent verhuisd, heb je geen recht op voorzieningen. Je kan je kinderen niet naar school sturen, je hebt geen recht op gezondheidszorg. Dat is dan het nadeel als je illegaal naar de stad bent gegaan. Kustgebied en binnenland. Nou, de Chinese overheid maakte zich best wel een beetje zorgen dat het binnenland aan het leeglopen was, het platteland. En ze willen nu toch allerlei maatregelen genomen om te zorgen dat het binnenland niet helemaal gaat mee leeglopen. Hoe is dat gedaan? We hebben al gezien in paragraaf 2 dat er ook heel veel bedrijven van de kust naar het binnenland zijn vertrokken, omdat daar de lonen lager zijn. Nou, de Chinese regering heeft daar ook een beetje bij geholpen door de infrastructuur te verbeteren. Dus de verbindingen over de weg, over het water, over het spoor hebben ze heel erg snel en goed ontwikkeld. In China is er een heel stelsel van hoge snelheidslijnen gekomen. Dus dat betekent dat het dan makkelijker is om van de kust naar het binnenland te gaan. Ook als je stimuleren mensen om nu toch meer in het binnenland te wonen, doordat je daar in het binnenland lagere belasting hoeft te betalen. De milieuregels zijn in het binnenland minder streng, zodat dat bedrijven ook aanlokkelijker is om in het binnenland te vestigen. En wat minder milieuregels betekent goedkopere productie. Nou, dit is best wel succesvol gebeurd.
geworden, deze nieuwe maatregelen. Dus de leegloop van het platteland is gestopt en veel Chinezen willen nu dus ook weer meer in het binnenland werken, daar, hè, want daar zijn ook gewoon nu meer bedrijven gekomen waar je geld kan verdienen. Vernieuwde steden. Nou, jullie snappen wel, al die mensen die naar de stad zijn verhuizen, dat noem je urbanisatie, hè, van het platteland naar de stad verhuizen, heeft natuurlijk het uiterlijk, hè, van de steden in China heel erg veranderd. Hier op de plaatje zien jullie nog een soort traditioneel wijkje, traditionele huizen, maar hier op de achtergrond aan de linkerkant zie je bijvoorbeeld ook weer een hele hoge, moderne, nieuwe flat. Deze traditionele Chinese wijk is, de Hutongs noemen we dat. Hoe zien die eruit? Je hebt een soort open ruimte, een hofje. Er staan dan 10 tot 12 kleine huisjes omheen. De huisjes hebben geen toilet, dus de mensen hebben een gemeenschappelijke toiletgebouw of een wasruimte. Heel veel van deze hutongs, of stadsdorpen, een soort dorpje in de stad, die worden verdwijnen steeds meer en worden vervangen door hoge gebouwen. Dat betekent dat heel veel van deze oude wijkjes, stadsdorpjes, worden ingesloten door de nieuwe opkomende stedelijke bebouwing. Ook landbouwgrond verdwijnt natuurlijk als de steden groeien. Dat betekent door het bouw van deze hoge gebouwen dat de woningdichtheid heel erg hoog is geworden. In de Hutong zelf worden vaak ook nog eens extra woonlagen bovenop gebouwd. Dat de mensen van zijn huisje dan hun, zeg maar, een etage erboven kunnen verhuren aan nieuwe migranten van het platteland die dan een goedkope woning zoeken. Hè? Want zo'n woning huren in zo'n oude stadsdorp is natuurlijk goedkoper dan in zo'n hele nieuwe, moderne, hoge flat. Maar al met al geeft dat vaak wel een beetje een rommelig uiterlijk, zoals je op het plaatje wel kan zien. Nou, bij de ontwikkeling, de groei van de steden, al die hoogbouw, een grote, speelt natuurlijk voor projectontwikkelaars, die hebben daar een grote rol in. Projectontwikkelaars zijn bedrijven die dan geld willen verdienen met het bouwen van allerlei nieuwe huizen die ze dan kunnen verhuren en verkopen. In de stad is de grondprijs vaak heel erg hoog, zodat als daar gebouwd wordt, dat dan dure appartementen zijn of dure kantoren, dure winkelcentra, omdat de prijs van de grond nou eenmaal hoog is. Heel vaak moeten dan de oorspronkelijke bewoners, de oude nieuwbouw, dan verhuizen, want die kunnen, zeg maar, de nieuwe huren, de nieuwe huizen niet meer betalen, omdat het duur is geworden. Nou, het verhuizen naar een nieuw, modern gebouw hoeft natuurlijk niet altijd heel erg te zijn. Het voordeel is, structurele gebouwen hebben vaak goede centrale verwarming, airco's, ze hebben een eigen wc, een bad en een douche. Het nadeel is, als je dan moet verhuizen naar een nieuwe woning, een nieuw huis, dat is vaak is het dan weer verder weg van je werk, van de winkels, of je zit wat verder van je familie en vrienden af. En niet iedereen heeft natuurlijk geld om zo'n nieuwe, moderne flat te betalen. Dit was alweer paragraaf 3. Een paar basisboeknummers, B4. Boven beschrijven en verklaren. Dit is al eerder besproken, maar beschrijven betekent dat je een plaatje of een kaart, dat je gewoon beschrijft wat zie je daar. En verklaren betekent dat je het bijvoorbeeld kan verklaren waarom is een stad bijvoorbeeld hier gebouwd. Er zijn misschien een paar menselijke factoren voor of natuurlijke factoren. En vlakbij de rivier, bij water. Dus dat is het verschil tussen beschrijven. Schrijven wat zie je en verklaren waarom is dat daar. P21 kaartvaardigheden van de brugklas. Hè, dat je kan kaart lezen. Een kaart heeft een titel, legenda, een schaal. Dat je een kaart ook kan analyseren. Alle gegevens op een kaart, dat je dat een beetje kan plaatsen, kan ordenen. En bijvoorbeeld, waarom is het zuiden van Canada dicht bevolkt en het noorden hebben we dun bevolkt. Nou, dat heeft iets te maken met de temperatuur. Het noorden is heel erg koud. Dus je dus verbanden kan leggen. Dat het dus in dit geval in Canada met het klimaat te maken heeft. En dat je dan ook een interpretatie aan kan geven. Dat het dan in het noorden, doordat het koud is, dat het is dan te koud voor bewoning. En dan vind je daar weinig steden.
D29 gaat over waarderen. En waarderen betekent eigenlijk dat je een mening geeft over een bepaald aardrijkskundig probleem. En bijvoorbeeld in het centrum van Amsterdam komen er steeds meer winkels. En de gemeente wil eigenlijk geen nieuwe toeristenwinkeltjes er meer bij. Wie zijn erbij betrokken? Winkeliers, Amsterdammers, toeristen, de gemeente. Wat is hun mening over dit probleem? En wat is jouw mening? Dus dat je daar een waardering aan gaat geven. B159 push- en pull-factoren. Nou, waarom ga je verhuizen? Wat is de reden van migratie? Een push-factor betekent iets wat je afstoot, een reden dat je gaat vertrekken. Uit een gebied, dat kan zijn omdat je waar je nu woont, is het heel erg arm, er is veel werkeloosheid, of je wordt daar gediscrimineerd dat je weg wilt. Een pull-factor is een reden dat je ergens naartoe wilt, dat het je aantrekt om daarheen te gaan verhuizen. Bijvoorbeeld ergens anders is er meer werk, zijn de inkomens hoger, of kan je een betere opleiding krijgen. Of het kan ook zijn dat daar een beter klimaat is, zoals op dit plaatje. Je kan zien oudere mensen verhuisd naar een omgeving met een mooi zonnig klimaat. B229 opkomende landen. Landen die dus opkomen qua economie, groeilanden. Kenmerk 1, snelle economische groei. Dat komt vaak doordat veel buitenlandse bedrijven daar investeringen hebben gedaan. Een voorbeeld van een aantal opkomende landen zijn BRICS-landen. Dat betekent Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, Zuid-Afrika. Ze zijn van een gesloten economie, zoals we in China hebben gezien. China was vroeger gesloten voor de economie. Nu hebben ze daar een vrije markteconomie. Buitenlandse bedrijven kunnen zich daar vestigen. Kenmerk 2 van een opkomend land, opkomend economisch land. Bruto nationaal product, dus het inkomen per inwoner, is niet laag, ook niet superhoog. Dus het is nog gemiddeld. Dus daardoor aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven. Kenmerk 3, er is een grote sociale regionale ongelijkheid. In de stad waar de bedrijven zijn, kan je goed verdienen. Op het platteland, daar zijn dan minder bedrijven, daar is minder werk en dan is het armer. Dan krijg je een sociale ongelijkheid en een regionale ongelijkheid. Zoals in China, ver in het binnenland, is het dan armer en in de Nederlandse kust is het dan rijker. En je hebt mensen die doen het goed, zoals je op dit plaatje kan zien. Die wonen in een moderne stad, zijn redelijk welvarend en mensen op het platteland zijn dan vaak armer. Sociale ongelijkheid. B239, percentage stedeling. Urbanisatie gaat bij hoeveel mensen wonen er in de stad. In rijke landen, zoals Europa, Verenigde Staten, is dat hoog. De meeste mensen wonen in de stad. En in de armste landen zoals Afrika is die laag. Urbanisatietempo, dat betekent hoeveel mensen verhuizen er nu van het platteland naar de stad. Ruraal, urbaan, platteland naar de stad. In arme landen is het urbanisatietempo nu hoog. Heel veel mensen in arme landen verhuizen vanwege de armoede naar steden toe. Zeggen dan urbanisatietempo, zijn in arme landen nu hoog. En dat betekent dat daardoor ook de urbanisatie gaat, de hoeveelheid mensen in de stad, daardoor gaat toenemen. Heel vaak, vooral in arme landen, gaat de verstedelijking te snel. Er gaan te veel mensen naar de stad. Dat betekent dat er niet genoeg woningen zijn of genoeg voorzieningen, zoals drinkwater, riolering, ziekenhuizen, scholen. En heel veel van zulke landen krijgen dan ook krottenwijken. Nou, we hebben gezien dat in China dat heeft tegengehouden doordat dat je daar een eerst toestemming, een vergunning moet krijgen om naar de stad te mogen verhuizen. B256, gevolgen van globalisering. Zoals je op dit fotootje kan zien, ja, de voorkant zie je veel armoede, slechte huizen, heel erg rommelig en in feite zie je moderne, hoge, nieuwe flats. Globalisering heeft dus voor- en nadelen. Voor sommigen is dat een voordeel, de welvaart neemt toe. Je kan makkelijke informatie uitwisselen, internet en alles. En voor sommigen is er een heel groot nadeel, ongelijkheid, want niet iedereen profiteert, niet iedereen kan meedoen. We hebben al gezien, je kan regionale ongelijkheid krijgen, stad, platteland, of sociale ongelijkheid. Mensen die arm blijven en mensen die rijk worden. Dit was paragraaf 3.
Hier nog een keer alle vragen met antwoorden over deze paragraaf. Nu moet dan wel even het filmpje stilzetten. Hoofdstuk 1, paragraaf 4. Water in China. De deelvraag over deze paragraaf is: wat zijn de gevolgen van de ongelijke verdeling van het water in China? Nou, op dit plaatje zie je een hele grote stuwdam waar hydro-elektriciteit mee wordt opgewekt. Groot stuwmeer. Nou, we gaan daar eens even allemaal naar kijken. Lesboek HAVO. Nee, andersom, VWO, dit is HAVO. Nagenoeg hetzelfde. Dus alle stof is nagenoeg hetzelfde voor HAVO en VWO. Dit is de samenvatting van paragraaf 4. En de uitleg. Wateroverlast. Eigenlijk kan je China qua water in twee gebieden verdelen. Het zuiden van China met de rivieren daar, daar is veel meer water dan in het noorden. Zeg je eigenlijk het natte zuiden. De rivieren van het zuiden worden vooral gevoed door de Himalaya. En dus dan heb je ook heel veel te maken met smeltwater. Dus daardoor dat het water af en toe hoog staat met overstromingen. Doordat er een piekafvoer is. Hè. Als het water in het voorjaar sneeuw gaat smelten, dan staat het water hoog in de rivieren. In dat natte zuiden, waar de rivieren soms heel erg hoog kunnen staan, is niet alleen de schuld van de natuur, ook hebben vaak de mensen daar de schuld aan. Bijvoorbeeld omdat er heel veel bomen worden gekapt, ontbossing. En bomen zijn een soort spons wat veel water kan vasthouden. En als er minder bomen zijn, minder bos, heb je minder sponswerking. En dat betekent dat het water dus sneller naar de rivier stroomt. In plaats van dat dat weer in de grond vastgehouden wordt met behulp van heel veel bossen. Ook als er veel bomen zijn verdwenen, wordt het grond minder goed vastgehouden door de wortels van bomen. En dan spoelt de bodem, het grond, het zand, spoelt dan makkelijker de rivier in. Het wordt niet meer op het land vastgehouden en dat betekent dat de rivieren dan ondieper worden. En dat betekent dus dat er minder plek is voor het water en het gevolg is dat je eerder kans hebt op overstromingen. Nou ja, goed, overstromingen, dat betekent dat er dijken worden aangelegd. En het nadeel is, als je een rivier helemaal gaat indijken, dus dat als er hoog water is, dat het water dan minder ruimte heeft. Het kan alleen maar zich tussen de dijken verspreiden. En dan betekent dat je dan alsnog overstromingen kan krijgen of als er een dijk doorbreekt. Wat is er verder in China gebeurd? Er is daar een zogenaamde Drie-Klovendam gebouwd. Een gigantische dam, kunnen we zeggen de grootste stuwdam ter wereld. Waarom hebben ze dat daar gemaakt? Daar is een aantal redenen voor. Ze hoopten met deze grote stuwdam het wateroverlast te kunnen beperken. Want dan kan je het water een beetje tegenhouden. Dan kan je het een beetje regelen, de hoeveelheid water die je dan doorlaat. Ook een voordeel van zo'n dam is dat een rivier vaak beter bevaarbaar wordt. Dat de stroming minder hard wordt, dus dat de schepen makkelijker kunnen varen. Ook krijg je achter zo'n hele grote dam een hele grote stuwmeer. Dus dat betekent dat je een hele grote watervoorraad krijgt die je dan kan gebruiken. Bijvoorbeeld voor de boeren om als irrigatiewater in drogere tijden. En wat je kan gebruiken als drinkwatervoorraad. Ook kan je met zo'n grote dam hydro-elektriciteit opwekken, dus stroom opgewekt door water, wat een vorm van duurzame energie is. Dus zo'n Drie-Klovendam heeft heel veel voordelen. Natuurlijk de genoemde voordelen als minder wateroverlast, bevaarbaarheid, irrigatie, drinkwater, hydro-elektriciteit zijn natuurlijk ook wel nadelen. Nadelen zijn natuurlijk als een heel groot gebied onder water komt te staan door het stuwmeer, dat er heel veel mensen
verplicht moest verhuizen omdat je huis onder water komt te staan. Ook heel veel landbouwgrond is natuurlijk onder water komen te staan. Dat zijn natuurlijk wel weer een paar nadelen. Nog een ander voordeel naast een nadeel is dat het zo'n gebied, door de ontwikkeling van zo'n Driekloverdam, zo'n gebied dan zich kan ontwikkelen, waardoor er minder mensen genoodzaakt voelen om te gaan verhuizen. Door de bouw van deze dam is ook wel heel veel welvaart gekomen in zo'n gebied waar de dam is. We hebben net gezien dat het zuidelijk deel van China is natter. We hebben hier grote rivieren, daar is veel water, vaak ook te veel. Het noorden is een heel ander verhaal. We hebben daar de zogenaamde gele rivier. Het water is een beetje gelig van kleur. Dat komt omdat daar heel veel lust, dat is heel fijn gelig zand, in het water is terechtgekomen. Dat is de reden dat het een beetje een gele kleur heeft. Het stroomgebied in het noorden is dus veel droger. De rivieren zijn daar kleiner. Dat komt omdat dus, wat ik al zei, heel veel geel lus, een soort fijn zand, is verdwenen. Dat noemen we bodemerosie. Het bovenste gedeelte van de bodem is weggespoeld met dat gelige zand. Dat is dan, komt dan in de rivier terecht. In het noordelijke deel is er nu ook vaak een watertekort. Ook daar is de bevolking heel erg gegroeid, hè, vooral langs de kust, hè, door de economische groei. Ook de landbouw heeft heel veel water nodig. De bouw van stuwdammen is op zich wel gunstig voor het gebied achter de stuwdam. Hè, maar na de stuwdam is er vaak minder water in de rivier. Dus dat is dan een groot nadeel. Ook heel veel water in zo'n stuwmeer verdampt. Het is zonde, het gaat de lucht in, het verdwijnt. Dat ben je dan ook kwijt. En vaak het overgebleven water is dan ook nog eens een keer heel vies, omdat er heel veel vuiligheid in de rivier wordt gedumpt. Dus het noorden van China, daar is het veel slechter gesteld voor wat betreft water. In dit gedeelte zijn er dus vaak watertekorten. Omdat er een watertekort is vanuit de rivieren, gaan de mensen daar in het noordelijk deel, het drogere deel zoals je op dit plaatje ziet, steeds meer water uit de grond gebruiken. Uit de aquifers. Wat is dat, een aquifer? Dat is een bodemlaag, diep in de bodem, waar nog veel grondwater in zit. En want als jij in de grond gaat graven, kom je op een gegeven moment altijd wel water tegen. In Nederland hoef je vaak niet diep te graven om in de grond water tegen te komen. En bijvoorbeeld in een woestijngebied moet je misschien wel meer dan een kilometer diep in gaan, wil je water tegenkomen. In ieder geval, de mensen gaan steeds meer grondwater uit aquifers gebruiken. Het gevolg is, zoals in Beijing in het noorden van China, dat daar het grondwaterpeil wel 100 tot 300 meter gezakt is. Want vaak wordt er meer grondwater uit de grond gehaald dan dat het op een natuurlijke manier door regen en zo weer aangevuld kan worden. En op een lange termijn is dit dan niet duurzaam. Het is niet duurzaam, want de voorraad raakt op een gegeven moment uitgeput. Vanwege de watertekorten in het noorden heeft China een heel groot waterverdelingsproject uitgevoerd. Of ze zijn ook nog een deels mee bezig. En we hebben gezien, het water is oneerlijk verdeeld. In het zuiden is er genoeg water, te veel water. In het noorden een tekort. Nou is men bezig met het project om het overschot in het zuiden naar het noorden te brengen. Zoals je op dit plaatje kan zien. En door middel van kanalen. Het noorden heeft een waterstress. Stress omdat er te weinig water is. Dit noemen we het waterverdelingsproject. Dus het noorden heeft waterstress. Dat betekent dat het aandeel van het waterverbruik in de totale hoeveelheid water aan het oppervlak te groot is. Het wordt meer gebruikt dan dat er eigenlijk is. En door middel van het waterverdelingsproject brengt men water van het natte zuiden naar het droge noorden. Dit is natuurlijk heel erg duur, dat kost miljarden. Het levert ook natuurlijk wel veel werk op. En ze hebben 3 verbindingen gemaakt van het zuiden naar het noorden. Nou, op dit plaatje kan je het ook nog weer een beetje zien. Een aantal van die kanalen, hele grote
via duct als het ware waar het water overheen stroomt naar het noorden. En dit plaatje is van de Driekloverdam. Wordt hier eigenlijk niet thuis. Maar goed. Dit was paragraaf 4. Over water in het Sina. Zuiden te veel, het noorden te weinig, te korte. Gele rivier door lus wat in het water terechtkomt. We hebben gezien dat in het noorden veel bodemwater wordt gebruikt, het aquifers, het grondwaterpeil zakt en men is bezig met een waterverdelingsproject om water van het zuiden naar het noorden te brengen. Paragraaf 14, basisboek dimensies. Aardrijkskunde kan je vanuit verschillende dimensies, invalshoeken, bekijken. We hebben de economische dimensies. En daar kijken we vooral naar het geld. De economie, we hebben bijvoorbeeld grondstoffen waar je geld mee kan verdienen, werk, geld. Aardrijkskunde kijkt soms ook vanuit de sociaal-culturele dimensie. Hoe gaan de mensen met elkaar om? En soms ook vanuit de politieke dimensie, invalshoek. Hoe is de verdeling van de macht? En aardrijkskunde kijkt ook regelmatig naar de fysische dimensie. Dat is vanuit de natuurlijke invalshoek, belangen van de natuur. B15, verbanden leggen. Bij aardrijkskunde worden ook heel vaak verbanden, oftewel relaties gelegd, tussen een bepaald verschijnsel en tussen gebieden. Bijvoorbeeld, je hebt een verschijnsel dat er veel mensen op vakantie gaan in Spanje. Massatoerisme. Dat komt doordat daar het weer goed is in de zomer en ook vanwege misschien het landschap zoals de stranden. Het gevolg is werkgelegenheid daar, maar ook vervuiling en ook watertekorten, omdat het zomers heel erg druk is met de toeristen. Een ander voorbeeld van een verband tussen gebieden. Als in Turkije een onrustige politieke situatie is, dat betekent dat er dan op dat moment minder toeristen naar Turkije gaan. Of bijvoorbeeld Spanje als het daar politiek onrustig zou zijn. Dus dat betekent dus verbanden leggen. Je legt relaties tussen een bepaald verschijnsel en tussen gebieden. P93 grondwater. Dus in de grond heb je dus allerlei poriën, openingen tussen in de bodem zitten. En als de grond veel poriën heeft, noemen we de grond poreus. Dat betekent dat er veel water in kan zakken. Dat noemen we infiltratie. Denk aan zand. Zand, er zit veel lucht in. Poriën is poreus. Daar kan dus veel water in zakken. Dat heet infiltratie. In de grond heb je aquifers. Dat is een laag in de bodem, in de ondergrond, waar water in zit. Een waterdragende laag, een aquifer. Je hebt grondwater per grondwaterspiegel. Dat betekent dat is de bovenkant van het grondwater, dus plafond, de bovenkant van de grondwaterlaag, dat noemen we pijl of grondwaterspiegel. Maaiveld, dat betekent aan het oppervlak aan de grond, dus zeg maar waar je overheen loopt, dat noemen we het maaiveld. Nou, op dit plaatje zien jullie dat hier Chinese mensen dus in het noorden water uit de grond omhoog pompen, uit een aquifer, om te gebruiken om een land te irrigeren. B94 rivieren, dit is een herhaling. Herhaling uit hoofdstuk 2. En je hebt drie soorten rivieren. Ik ga het heel kort doen. Regen, gletsjer en gemengde rivier. Je hebt een stroomstelsel. Dat is de grote rivier met alle kleine zijriviertjes en beekjes. Je hebt het stroomgebied. Dat is een bepaald gebied. Alle regen, al het water wat daar terechtkomt, wordt dan afgevoerd vanuit dat gebied door riviertjes en de grote hoofdrivier. Waterscheiding, dat is de grens tussen stroomgebieden. Dat zijn meestal bergen of hoge delen. B96, debiet en regime. Debiet is de hoeveelheid water in de rivier. Regime is de schommeling in de rivier. Soms staat het water hoog, soms staat het laag. Vertragingstijd, dat is de tijd dat het kost voordat de neerslag, de regen, zeg maar in de rivier is terechtgekomen. Dat noem je vertragingstijd. Als er veel verstening is of als er veel bomen zijn gekapt, dat je minder sponswerking hebt, is de vertragingstijd korter geworden en gaat het regenwater sneller naar de rivier.
met als gevolg vaak ook overstromingen. B139 natuur- en milieurampen. Een natuurramp, dat is een ramp veroorzaakt gewoon door de natuur. Er is ergens een aardbeving, daar kunnen wij mensen niks aan doen als een vulkaan uitbarst. Dat er vulkaanuitbarsting is en daardoor ook vaak een aardbeving. Milieuramp, dat is wel veroorzaakt door de mens. Milieuvervuiling, oftewel verontreiniging. Er komen allerlei stoffen in het milieu en wat daar niet thuis hoort, vaak schadelijke stoffen. Het milieu is een soort afvalbak. Milieuuitputting is dat allerlei natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken, omdat wij mensen dat allemaal weghalen. En milieuaantastingen, dat de natuur wordt aangetast, dat bijvoorbeeld ontbossing of dat gebieden woestijn worden, omdat wij al het water daar weghalen. Of bodemerosie, dat de vruchtbare laag wegspoelt door menselijke toedoen en dat de bodem daarna onvruchtbaar wordt. Dit was paragraaf 4. Hier zie je nog eens de vragen over paragraaf 4 met de antwoorden. Je moet dan even het filmpje stilzetten. Paragraaf 5, de nieuwe zijderoute. Dit is alleen de paragraaf voor VWO. Wat is de deelvraag? Waar gaat dit over? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe zijderoute voor China en de andere landen in Azië, Europa en Afrika? Dit zijn de twee bladzijden uit het lesboek over paragraaf 5 voor VWO. Dit is de samenvatting. Goed, we hebben gezien dat er in China dus heel veel goederen worden gemaakt. En de meeste van deze goederen zijn over de wereld verspreid door middel van grote containerschepen. Tegenwoordig is er een ander vervoersmiddel in opkomst om de producten naar andere landen in Azië en Europa te krijgen. De zijderoute, hoe zit dat? Vroeger was China ook een hele grote macht. En die hadden ook heel veel handel met de rest van de wereld. Dat gebeurde vroeger, tijden lang geleden, door middel van de oude zijderoute. Dat is eigenlijk een weerwaar van land- en zeeroutes tussen China en Europa. Die gingen dwars door woestijnen en steppes en bergen in Azië. Deze oude handelsroute, vroeger werden heel veel kostbare producten vervoerd, zoals zijdenstoffen. Dankzij deze zijderoute, deze handelsroute, deze verbindingen, was er vroeger ook heel veel uitwisselingen tussen heel veel landen, aan talen en godsdiensten en gewoontes. Volkeren kwamen daardoor met elkaar in contact. Ongeveer in de 15e eeuw kwam er een beetje een eind aan deze oude zijderoute. Dat kwam omdat de route te onveilig werd na de 15e eeuw. En zodoende is deze in verval geraakt. Door de globalisering en alle ontwikkelingen in China is er een nieuwe zijderoute weer in leven geroepen. Eigenlijk wil China hiermee de oude zijderoute van vroeger weer een beetje nieuw leven inblazen. Dat gebeurt ook doordat de Chinezen miljarden investeert in nieuwe infrastructuren, verbindingen in landen tussen Azië, Afrika en Europa. Door de aanleg van allerlei snelwegen, spoorlijnen, bruggen, tunnels, pijpleidingen en havens. We zeggen ook wel een andere naam hiervoor, voor het gigantische megaproject. Eén gordel, één weg. De gordel gaat over land, de weg gaat over zee. Een netwerk van routes. Ja, dit plaatje laat het dan mooi zien. De landroute gordels. Allerlei spoorlijnen die zijn aangelegd. Of bestaande spoorlijnen die zijn verbeterd, gemoderniseerd. En ook allerlei routes, zeeroutes over de
De wegroutes, de routes over zee. Hier door het Suezkanaal richting Europa. Nieuwe havens die ontwikkeld worden in Griekenland. Waar de Chinezen ook havens hebben opgekocht om die te ontwikkelen. Richting Afrika. Hè. Vanuit Afrika worden heel veel grondstoffen gehaald. Die de Chinezen kunnen gebruiken in fabrieken. Nou, zoals jullie zien. Er wordt miljarden geïnvesteerd in allerlei nieuwe routes. De nieuwe zijderoute. De nieuwe toegangspoort naar Europa. Dus in plaats van schip kan je natuurlijk ook sneller en korter zeg maar, vervoeren over land. Door nieuwe moderne spoorverbindingen. Door de aanleg en verbetering van allerlei spoorverbindingen in deze nieuwe zijderoute en nieuwe infrastructuur, betekent dat de relatieve ligging van veel plaatsen en landen nu korter is geworden, beter is geworden. Relatieve ligging betekent dus of jij als land, als gebied gunstig ligt in de wereld. Als er bijvoorbeeld een spoorlijn dwars door je land heen komt, ben je ineens beter verbonden met de rest van de wereld. Hè? Doordat de Chinezen een nieuwe spoorlijn aanleggen dwars door je land, uiteraard wel met toestemming. Daardoor kan je als land je ineens beter economisch ontwikkelen ten opzichte van de rest van de wereld. We zeggen dan de relatieve ligging is beter geworden. Bijvoorbeeld doordat daardoor een spoorlijn is gekomen door je land. Goed, er zijn natuurlijk een aantal voor- en nadelen van een nieuwe spoorlijn tussen Europa en China. De snelheid met het vliegtuig is natuurlijk het hoogst. Hè? Met vliegtuig is het natuurlijk ook het duurst om iets te vervoeren. Een spoorlijn zit er een beetje tussenin. Je kan best wel veel meenemen. Het gaat dan weer sneller dan een schip. Een schip vaart een minimum 35 tot 55 dagen over in Europa aan te komen. Een trein duurt er 15 tot 25 dagen over. Nou, de prijs van het vervoer per schip is natuurlijk het laagst. Met een schip kan je heel veel meenemen en daardoor kan je de prijs van vervoer laag houden. De prijs van een vliegtuig is natuurlijk heel erg hoog. Je kan niet zoveel meenemen in een vliegtuig. En de prijs van het vervoer vergoeden per trein zit een beetje tussenin. Als je kijkt naar CO2-uitstoten van een schip is dat heel erg laag, want een schip kan, ondanks dat hij grote motoren heeft, heel veel meenemen. Van een vliegtuig is die heel erg hoog. En voor een trein zit hier een beetje tussenin. De afstand die je af moet leggen voor het vervoer is per vliegtuig het kortste. Een vliegtuig kan recht over allerlei gebieden heen vliegen. En een schip, voor een schip is dat vaak lang, maar die moet dan vaak omvaren. Die kan niet de kortste route nemen. En het terrein zit ook weer een beetje tussenin. Een aantal goederen. Een vliegtuig kan weinig meenemen, een schip kan veel meenemen en het terrein zit er weer een beetje tussenin. Eigenlijk kan je zeggen, als je dus massaproductie wil, massagoederen wil meenemen, bijvoorbeeld heel veel kleding, schoenen, waar je heel veel van hebt, dan kan je het beste met een schip doen. Wil je producten hebben die je niet zo verwegen hebben, die je dus snel zeg maar ergens anders wil hebben, dan kan je het beste per vliegtuig doen. En sommige goederen zitten er een beetje tussenin. Het heeft toch wel haast. Maar ook weer niet te veel haast. Dan kan je dat bijvoorbeeld per trein laten doen. Dus goederen die beperkt houdbaar zijn. Die zou je dus per trein kunnen vervoeren. Het is in ieder geval goedkoper dan een vliegtuig. Win-win. Nou, China is dus flink aan het investeren in allerlei wegen en spoorlijnen en havens. Ook in andere landen. Ze hebben natuurlijk een eigen belang erbij. Want ze hebben veel grondstoffen nodig. En als er ergens goede wegen en havens en spoorlijnen zijn, kunnen ze makkelijker ergens grondstoffen vandaan halen. En tevens, als er goede wegen en havens zijn, is het ook een mogelijkheid om je spullen die je produceert, om dat daar te verkopen. Een afzetmarkt voor je eigen producten. Dat is een beetje het belang van China. Maar de landen die deelnemen, waar dus de nieuwe wegen en spoorlijnen door worden aangelegd, die profiteren ook wel. Want ze krijgen daar nu goede infrastructuur, mooie nieuwe wegen, spoorlijnen, havens. Dat is ook handig voor je eigen economische ontwikkeling. Maar heel vaak moeten ze wel daar heel veel geld voor lenen. Chinese investeren, dat is ook een soort leningen. Er moet ook wel iets voor terugkomen.
En er is ook best wel vaak veel kritiek. Want als ze dan de leningen voor de nieuwe wegen en spoorlijnen niet kunnen terugbetalen, dan wordt het eigendom van China. Dus eigenlijk bereidt China daardoor ook in de toekomst hun politieke macht in andere gebieden in de wereld uit. En heel veel landen worden dan daardoor ook afhankelijk van China. Want als ze de leningen niet terug kunnen betalen, dan geef je eigenlijk als het ware de macht over. Dus al met al, enerzijds is het van best wel fijn voor deelnemende landen, dat ze goede infrastructuur krijgen en daardoor economisch kunnen ontwikkelen. Anderzijds maakt ze zich ook heel erg kwetsbaar en breidt China in de wereld daardoor hun politieke macht uit. De basisboeknummers van paragraaf 5, absoluut en relatieve ligging. Je hebt de absolute ligging, dat is de precieze ligging van de plek op aarde. Bijvoorbeeld op zoveel graden noordenbreedte en zoveel graden oostenlengte, westenlengte. Dat ligt gewoon vast, dat verandert niet. Een relatieve ligging, dat betekent lig je gunstig ten opzichte van een andere plaats. En bijvoorbeeld lig je gunstig voor je economische ontwikkeling. Of lig je bijvoorbeeld niet gunstig omdat je bijvoorbeeld ver van een haven ligt. B210 infrastructuur. Wat infrastructuur, dat betekent dus alle voorzieningen die nodig zijn om personen, goederen of informatie te voeren. Bijvoorbeeld ook autowegen, spoorwegen, waterwegen, vliegvelden of internet. Denk aan informatie. Voor bedrijven is natuurlijk een goede infrastructuur heel erg belangrijk. Hè? Zichtbaar in de vorm van wegen of onzichtbaar, bijvoorbeeld kabels onder de grond voor internet. B252, tijd en ruimte krimpen. De absolute afstand verandert eigenlijk niet in de wereld. Hè. De aantal kilometers tussen plaats A en plaats B blijft gelijk. De relatieve afstand is in de wereld afgenomen. Hoe komt dat? De vervoersmiddelen zijn steeds sneller en groter geworden. Grotere schepen en vliegtuigen, alles. Dus dat betekent dat de kosten lager is geworden voor het vervoer. En daardoor lijkt het wel of de afstanden zijn afgenomen, de relatieve afstand althans. Ook de communicatietechnologie is verbeterd. En mobiele telefoons, glasvezelkabels. Vroeger, als er wat gebeurde aan de andere kant van de wereld, kostte het soms maanden voordat je dat te horen kreeg. Tegenwoordig weet je het eigenlijk al vaak binnen een paar seconden door het internet. We zeggen dus, de absolute afstand is gelijk gebleven. Het aantal kilometers tussen plaatsen A en B, maar de relatieve afstand is heel erg toegenomen. We zeggen dus, de tijd en de ruimte in de wereld is gekrompen. Paragraaf 5, de vragen en antwoorden. En dit was dan hoofdstuk 1. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je eraan wat aan hebt gehad. En zo ja, like even mijn video. Tot ziens, tot het volgende filmpje. Ook namens Oscar.